In het rijke archief van de VRT heb ik honderden boeiende mensen gevonden. Ze hangen hier achter mij aan de muur en ik ben dringend op zoek naar hen. Want ik zou hen graag willen spreken over hun bijzondere bijdrage aan 65 jaar openbaar omroep. Goedenavond, dames en heren. De zoektocht was zeer intens, maar we krijgen meer en meer de hulp van de kijker en daardoor hebben we weer heel veel mensen gevonden. Kijk maar. Iedereen die hier vanavond is, is al eens op tv geweest. Zoals elke week zit het publiek vol met mensen bekend van tv. Hallo. Kijk, bijvoorbeeld dit is Christine. Christine die komt praten over een tv-trauma van 31 jaar geleden. En ze wil daar vanavond voor het eerst over spreken. Klopt dat, Christine? Dat klopt. Voilà, wij zien elkaar straks. Heel fijn dat jullie er allemaal zijn. Welkom bij Van Algemeen Nut. Hallo. Welkom, Margriet. Dank u wel, Steven. Dank u. Welkom, Rick. Dank u wel. Hallo. Jullie hebben ook allebei meegewerkt aan de opdracht van de openbare omroep. En die opdracht is al sinds 1953, Margriet. Ik denk opvoeden, informeren. Informeren, het journaal al sinds dag één, absoluut. Ik denk alles behalve entertainen. De oorspronkelijke opdracht. Ja, nochtans, als er wat tijd over was, zat entertainen er ook bij. En daar heb jij ook aan meegewerkt, hè, Rick? Ja, zeker. Je hebt meegeholpen de kijker te ontspannen. Ja. Oh. Ja. Ken jij hem? Nee. Nee? Misschien als ik het plaatje van een paar jaar terug zie wel, maar zo meteen weet ik het niet. De oplettende kijker vorige week zou jou kunnen kennen. We praten daar straks over, maar ik wil met Margriet beginnen. Ik ben wel heel nieuwsgierig natuurlijk, hè, met die Rick Wier. Maar ja, we gaan het eens weten. Margriet, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Oei. Oei. Vroeger, als vrouwen op televisie kwamen, dan werden die altijd ingezet als assistentes. Ja. Mooie poppenmiekjes die dan over prijzen mochten strelen. Of een blad omdraaien. De minder mooie presentator bijstaan. Ze stonden in de schaduw van de presentator. Eind jaren 80 komt daar verandering in, want de BRT lanceert een talkshow met de allereerste vrouw als presentator. Ja. Een talkshow genaamd Margriet aan Zee. Yes. Weet je dat nog, Margriet? Ja, zeker. Het was gewoon Margriet. Die laat de zee maar weg. Maar het was toevallig aan zee. Dat klopt wel. Jij was toen bekend als zangeres. Mm-hmm. Je had meegedaan aan Eurosong preselecties en zo. De Baccarabeker. Voilà. En dan ineens bombarderen ze jou tot presentatrice. Ja. Wel, oh my god, wat is dat hier? Shit! Oh my. Ja, voor mensen die niet mee zijn, Margriet, kijk naar haar rijkbeelden. Het is hier dat er... geweldig. Ja, maar dat was een fantastische talkshow. Ik zeg het, wat anders ook dan talkshow. Ik vroeg me af hoe ze bij jou zijn terechtgekomen en ik denk het antwoord te weten. Is waar? Wel, in 1987 word je geïnterviewd in een programma dat heet Dik in Orde, een programma over mollige mensen. En wat je daar vertelde is volgens mij bij de BRT-directie blijven hangen. Succes. Heeft je figuur daar iets mee te maken, denk je? Ah, ik hoop in eerste instantie dat het mijn stem is die er iets mee te maken heeft. Maar ik denk dat mijn figuur daar wel wat mee te maken heeft. In eerste instantie, het is zo, als je daar zo iemand op het podium ziet staan, dan vergeet je niet zo gemakkelijk. Ik krijg geregeld correspondentie van mollige dames. Ik weet niet dat ze mollig zijn, maar dat schrijven ze zelf. En ze schrijven dan ook, Margriet, ik vind het zo tof dat ik nu ook als dikke dame of dikke heer, dat wij zo eens terug naar buiten kunnen treden en dat wij ons kunnen steunen aan jou. Nu kan ik zeggen, maar Margriet die is nog dikker dan ik. Ik vind, ook al ben je dik, gewoon doorleven. Op de duur, de mensen gaan je toch accepteren zoals je bent. Hè? Dat is normaal. Ook al ben je dik, gewoon doorleven. Ja. Alsof dat daarvoor niet kon. Er zijn mensen die het daar moeilijk mee hadden. Is het echt? Ja, er waren mensen, dikke mensen die het moeilijk hadden om naar buiten te komen. Om mee te doen aan het gewone sociaal-maatschappelijke leven. Maar ik was niet het genre vrouw om in een hoekje te gaan zitten. En ik herinner me nog dat mijn vader zelfs zei... Ja, luister, te kindje. Als je iets wil bereiken in je leven, moet je uit een hoek komen. Als je niet kunt leven met je dik zijn, dan moet je er iets aan doen. Zo eenvoudig is het. Ja. Maar zo eenvoudig was dat allemaal niet. Maar hij had wel gelijk in die zin van... Het is niet omdat je dik bent dat je jezelf in een hoek moet steken. Ja. En ik heb het daar ook niet zo moeilijk mee gehad, eerlijk gezegd. Ik vond mijzelf helemaal niet dik.
Nee, dat is raar. Ik zag dat nu. Nee? Omdat ik mij alle dagen zag. Hè? Nu, de mensen zagen mij eens één keer. Dat was even schrikken, natuurlijk. Maar dat, Margriet, was eigenlijk zeer deugddoend. Voor jou was het de normaalste zaak van de wereld. Jij was de eerste mollige persoon op televisie die zo complexloos vertelde over zichzelf. Dit ben ik, dit blijf ik. Ja. Wat is het probleem? Heb jij vaak naar Margriet gekeken, die talkshow, Rick? Ja, dat is een soort mogelijk geweest. Dan heb ik feitelijk meer dan gezien. Maar de... Dan ben ik nog benieuwder wie dat hier Rick is. Jongen, je maakt mij nieuwsgierig zo. Ik zag je graag bezig en ik hoorde ze ook graag zingen, feitelijk. Ja. Nu, er waren soms wel eens mensen, Steven, die daar aanstoot aan namen. Ik heb ooit wat berichtjes gelezen van... Moet dat varken nu per se op tv? Echt gelezen, hè? En zeg, zo'n dikzak. Zo echt van die... Maar ik dacht, ja, ik was dat eigenlijk al een beetje gewend. Want ik heb dat ook in mijn jeugdjaren gehoord. Ja. En een mens leert daar op den duur mee leven. Je krijgt daar een klein beetje een olifantenvel. En dus je leert daar een beetje mee leven. En je denkt bij jezelf van... Kijk, jongen, geef mij de kans om ons elkaar een beetje te leren kennen. En je denkt daar dan wel anders over. De BRT was heel enthousiast over het feit dat ze jou daar gebombardeerd hadden. Denkt u dat? Maar natuurlijk, anders had je toch al die jaren die thuis... Nee, dat is ook waar. Dat is wel zo, ja. Het was heel tof om jou bezig te zien. Je werd ook vaak gevraagd in andere programma's. En ook daar was jij je complexloze, zelfrelativerende zelf. Meneer Vlaanderen? Ik vind het een fantastische zetel. Ja, ja? Het is... Oh, ik zit precies op mezelf. Wat was dat? Ik sprong kapot. Ik zie weinig mensen die doen, Margriet. Ja, dat is wat. Ik heb een kriek gelachen, Steven. Ik heb een kriek gelachen. En het ergste was, ik was daar helemaal aan het weg. Helemaal aan het wegzakken. En die GBB, die blijft mij... Maar kijk, die geeft mij een glas champagne. En die blijft mij vragen... Ik heb er nou in mijn broek gedaan, daar echt waar. Ik dacht, je smerlap. En het ergste was, op de duur zat ik helemaal op de grond. Ik kon er nog niet meer uit. Ik heb er op handen en voeten moeten uitkruipen. Ja. Het is niet te geloven. Maar Giet, je werd ook opgepikt in modeprogramma's. Is het waar? Dat was ook voor het aantal meters stof dat ze kwijt wilden. Het is echt waar, ik lieg. Modeprogramma. Ja, op een bepaald moment werd jij trendsetter voor mollige mensen. We hebben een reportage teruggevonden uit het programma Blikvanger. En daarin zien we een modeshow met mollige mensen die jouw kleren showen. Niet jouw ontwerpen, maar gewoon kleren uit jouw kleerkast. En omdat het over mollige mensen gaat, zet presentatrice Guylaine Huyten dat extra dik in de verf. Kijk, ze eet taartjes, want het gaat over obesitas. Oh ja! De VZW Obesitas, die zich bezighoudt met de problemen van de grote maten, organiseerde eind vorige maand een symposium met als motto: werp licht op je gewicht. Dikke mensen kunnen zich ook goed voelen in hun vel. En ook de subtiele muziek is geheel in het thema gekozen. Hier zien we dus enkele stukken uit de collectie van Margriet, kleren waar ze zich dus wel in thuis voelt. Je moet de aandacht op de kleding trekken en niet op de persoon die erin zit, zeg ik altijd. En ik vind dat kan je alleen maar doen door die kleding te accentueren. En niet ja, in jouw naam zit ook een bloem, dus hebben ze heel subtiel een bloemetje in je kapsel geweven. Wat een boeketa, zeg je. Ja. Je bent zo fier op je kleren dat je ze zelfs in de slaapkamer showt. Margriet, waar haal je dat toch allemaal, die kleren? Voor mij was dat iets minder een probleem, omdat ik nogal vaak mijn zuster ga opzoeken in Amerika. En daar is heel veel kledij ook voor dikke mensen. Ja, dat... Dus ik kocht meestal trouwens daar, omdat dat betaalbaar is en omdat je daar heel veel keuze hebt eigenlijk in grote mate. In Amerika, Margriet? Ja, maar dat was wel zo. Hè. Je mag niet vergeten, Steven, toen in die jaren 60, 70 dik zijn. Dat was een catastrofe. Als ik een jeans moest gaan kopen, dan kon dat alleen maar in Amerikaanse merken. Dus dan kocht ik die grote merken, want anders had ik niks. Nu, dat veranderde op een bepaald ogenblik door jouw aanwezigheid op tv. Want in 1992 opent de eerste winkel voor
mollige figuren met een maatje meer in Roeselaren. Je moest dan niet meer naar Amerika, maar dan kon je naar de United States of Roeselaren. Oh, hier, ja, kijk. Vele winkels volgden dan later in de jaren 90. Ondertussen online, als je maatje meer intikt, krijg je de ene webwinkel na de andere. Mollige mensen durfden plots fier zijn over hun lichaam. Zeggen van, ah, kijk, maar door toffe kleren kan ik er eigenlijk ook mooi uitzien, vind ik. Absoluut, ja. Dat is eigenlijk allemaal dankzij jou, Margriet. Is het waar, Steven? Amai, dank je wel. Merci. Merci. Nu, Margriet, tot daar het goede nieuws. Want de BRT enerzijds omarmde jouw molligheid. Hè, ze komen er net rond. Goed, Steven. Goed bezig, jongen. Dank je wel. Complimentje gegeven, dan kan ik toch wat... Dat is waar, jongen. Nee, dus, ze waren zeer enthousiast over jou. Maar anderzijds maakten ze toch vaak een karikatuur van jou. Maar weet je wat het rare is, Steven? Nee. Mensen die jou graag hebben, die jou graag zien, die zijn sneller daardoor gekwetst, als ik dat woord zo mag gebruiken, ja, dan de persoon zelf, denk ik. Die zijn soms weerbaarder dan mensen in de omgeving. Maar toch, ik ben een fragment tegengekomen, Margriet... Minder leuk was. Ja, ik vond het er een beetje over, eerlijk gezegd. Ja, dat kan soms. Sommigen gingen er wel over, hè. Ja. Herinner jij je de slotshow van Kom op tegen kanker uit 1993? Oh, catastrofe. Ja, ik herinner me dat we gingen denk ik een half uur over tijd. Dat was... Mijn inziens niet het grootste probleem. Ik weet niet wat. Oh. Rob Burms van BRT2 Radio toen, die presenteerde en vertelde de kijker dat voor het goede doel Mariet begrijpt was om op de weegschaal te stappen. Voor het goede doel was Mariet begrijpt om op de weegschaal te stappen. En we dachten eerst oorspronkelijk om dat als tegenprestatie in goudstaafjes te doen. Maar om... Nee, goud, dat zou te stijlvol zijn. Dus gaan we onze leading lady Margriet wegen met niks minder dan... Grote, bolle kaas, Margriet. Stappen we er naartoe? We stappen er naartoe. Ja, een kleine stap voor Ro, maar een gigantische stap achteruit voor de mensheid. Een beetje wel, hè? En dan moet je plaatsnemen in lompe klompen. Eindelijk zal Vlaanderen weten hoeveel Margriet weegt. Nog een bolletje bij? Ja, ik denk dat we er zijn. Alsjeblieft, dames en heren. Goedgekeurd. Dat zijn 9 grote Gouda-bollenkaas en 1 klein Goudatje en 4 kruidenkaas. Proficiat, Margriet. Ja, proficiat. Je weegt dus 9 bollen Gouda-kaas, 1 klein Gouda-bolletje en 4 kruidenkaas. Allee, vooruit. Raar, hè? Margriet, ik vind dat ronduit middeleeuws. Je wordt daar bijna als een beest op een weegschaal gezet. Aan de ene kant kaas, aan de andere kant... vlees, dat zijn echt foute praktijken. Ik vind dit echt een uitschuiver. Gelukkig denkt de VRT daar vandaag ook zo over. De openbare omroep wil zich naar jou toe openbaar excuseren. Dat zou wel zijn, denk ik. Ken jij dit beeld? Dit is het gebouw van de VRT aan de Rijerslaan. En helemaal vooraan prijken de vlaggen van de verschillende VRT-zenders. Ja. Wel, Margriet... We gaan daar morgen bij het krieken van de dag jouw vlag bij hangen. Oh. Ik heb gezien, dat is een vlag die jij in Amerika ooit gekocht hebt. Oh. Ja. Dat is het minste wat de VRT kan doen. Dat is uit respect voor wat jij toen ondergaan hebt. En ook wat dat betreft alle lof voor het feit dat jij de mollige vrouw toen hebt laten schitteren op televisie. Merci, Margriet. Voilà. Allee, geweldig. Oh, my. Grote mevrouw, Erik. Ja, dat is wel. Ja. Allee, merci, jongen. Ja, ik moet dat zeggen, ja. Allee. Oh, dan ben ik zo benieuwd naar die Erik, hè. Jullie ook niet? Wel, ik ook, Margriet. Oh, ik ben blij dat ik jullie gevonden heb, want ja, het blijft moeilijk om mensen die ik in een fragment gezien heb terug te vinden. Soms heb je een naam, soms geen naam, soms is er niet eens een adres. Het is zeer moeilijk. Daarom roepen we elke week de hulp in van de eenkijkers. Vorige week waren we nog op zoek naar deze heren. Meteen na de uitzending kregen we heel veel reacties van kijkers. Dank u wel, allemaal. Een van die mensen was Marisse Goeminnen. Zij stuurde mij dit Facebookbericht. Hallo, ik zag uw programma met het filmpje van de ballerina's. Een van die personen was mijn papa. Hij is nu al 86 jaar. Hij kan er je veel van vertellen. Zijn naam is Rick Goeminnen. En dat ben jij, Rick. Marisse, geweldig. Dat ouder weten moet komen. Zat jij vorige week ook voor tv? Ja, ik heb mij herkend.
Voor alle duidelijkheid, jij was politieagent. Ja. En jij bent in het fragment te zien als ballerina. Ja. Ja. En bij welk korps was je actief? De mobiele brigade van Antwerpen. Van Antwerpen, ja. 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 En wat deed je daar? Wat was je... Kijk, hier zien we trouwens een mooie foto van jou, Rick. Knappe man, zeg. Amai, Rick. Ja, maar toen ook al, hè? Ja. Ja, ja. Daar, hè? Hij heeft niks van zijn dingen verloren. Nee. Kijk, hier zien we jou in... Wat voor een tenue is dat? Gevechtskledij. Gevechtskledij. Ja. Wat was jouw functie? Een functie, joh. Ja. Meelopen met een hoop en... Dus jij was brigadier van meelopen? Ja, brigadier, maar die had niet veel te vertellen. Nee? Je kent toch... dat zijn drie strepen. Ja, de politie had drie strepen, ja. Ja, en de eerste streep wil zeggen, die kan lezen. En de tweede streep wil zeggen, die kan lezen en schrijven. En de derde streep wil zeggen, die kan alles. En hoeveel strepen had jij? Drie. Drie, ah, ja. Die beelden van dat ballet, dat was met jouw collega's? Ja. Ja? Ja. Vormden jullie samen een team? Of? Nee, nee. Het idee kwam van Sylvain Keunen. Ja. Die had een moustache. Die... Ah, dat is de danser met de moustache, ja. Ja. Maar met een collega, ja? René Boeren, ja? Die is er ook, José. Die is hier vanavond, hè? Dag, José. Is waar? Steven. Hallo. Oh. En... Sylvain Broek zegt, René, zei Bolle José, jongens, die willen al leren van te dansen. Ja. En... ja. Verwaarden, had ze gezegd. Serieus, hè, maar gewoon een gezot gespeeld van morgen. Maar was dat voor het goede doel of iets, Rick? Nee, dat was mijn gewoon mijn neef ontdekt. Ah, oké. Okay. Ja, maar... maar, José, jij hebt dus die agenten dat ballet aangeleerd? Ja. Ja, want jij was een balletdanseres. Ik was solist in de opera ballet. Wauw. De voorloper van het Ballet van Vlaanderen. Amai. Dus jij was eigenlijk gewoon om met topdansers te werken? Jawel. Ja, gelukkig zwaaien. En dat was... En het was de voorwaarde dat ik het zou doen, dat ze het originele choreografie zouden doen. Ja, en welke choreografie was het? Van Chopin, Les Sylphides. Les Sylphides, dat wil zeggen de feeën. Ja, dat waren vlindertjes eigenlijk, want die hadden op hun tutu van achter vlindertjes. Maar dat wouden ze niet. Nee. Serieus? Nee, ze wouden hun moustache niet afscheren. Ja, ja. Hun bierbuiken moesten blijven. Het ensemble bestond uit 6 achtergronddansers en 2 solisten. Laat ons even kijken hoe ze dat deden. De mobiele brigade van de Antwerpse politie, u weet wel, hulde zich ter gelegenheid van nieuwjaar in een niet-alledaags uniformpje. Dit is de generale repetitie, geïnspireerd door mevrouw Van der Gucht, ex-danseres van de KVO. Harop, politie van Antwerpen. Dit zijn de solisten. De man. En inderdaad, ballet doe je aan een bar. En terwijl de solisten werkelijk ongeziene hoogtes opstoeken, doen Rick en zijn collega's alsof ze er niet zijn. Ja, ik wist eerst niet goed of het politie of rijkswacht was, maar dan zag ik hun slip met de blauwe streep. Ja, dit is Keunen, de man met het idee, en die denkt, wat bezielde mij toch, hè. Ja. José, het zag er geloofwaardig uit, maar hoe was het met het talent van Rick? Waar blonk hij in uit? Rick was heel soepel, hè. Ja? Zoals hem spreekt, zo danst hem ook, hè. Ah, ja. Rick, schoon compliment. Ja. Wel. Deed je dat graag? Dat dansen? Ja? Ja, zeker. Maar de eerste repetitie... Dan was in de Passer. Dat was een heel oude café. Dat was bovenop het eerste. Ja. En zoals u zag op de beelden, het eerste dat er was, een solodanser is, werd naar boven gestoken in een lift. Ja. En hij zat in de Luster en de plan-generaal van de Kerkstraat in de Carnotte. Die mensen hebben uren in de donker gezeten. Ja, hoe reageerde de commissaris eigenlijk? Ja, ik heb dat gezien, dat ballet. Hij zei, ja, dat was wel goed. Maar tussen de regels, dat we de politie hadden belachelijk gemaakt.
kom maar, ik... En dan zei ik hoop dat je dat nooit meer doet. Maar echt? Ja. Terwijl, dat vind ik zo sterk, hè. Agenten associeer je meestal met een uniform, hè, en dus gezag uitstralen, serieus. En jullie relativeren zichzelf zo. Dat is zo tof om te zien. Ze zien ons altijd als boemannen, maar wij zijn gewoon mensen en wij maken ook keren plezier. Laat ons nog eens verder kijken, want het was nog niet gedaan. Er werd zeer hard en intens samengewerkt. Amai. En door het ballet was het niet langer gewoon collega's onder elkaar. Ja, het werd pure liefde tussen de armen der wet. Oh. Ja, en dan is het aan jou, Rick. Ja. Kijk, jij bent hier vooraan. Ja. De andere feeën schieten in actie. Ja, dat is te vroeg, Rick. En dan ben je... Kijk, ziet hem gaan. En dan volgt een van de fijnste danspassen uit de geschiedenis van de mensheid. Ja, er blijft natuurlijk politie, dus handen omhoog. Ja. José, dat heb jij fantastisch goed gedaan met die mannen. Ja, het was de bedoeling dat de mensen te laten zien dat een agent ook plezant kan zijn. Ja. Ja, ik weet maar dat wel. Is meer dan geslaagd. Met boekske gereed staan. Hè. Ja. En nu is dat wel een beetje veranderd. Ja. Ja, ja. Maar kijk, de huidige korpsen kunnen er alleen maar van leren. Dit was absoluut van algemeen nut. Dank u wel daarvoor, José. Jij ook, Rick. Jullie zijn in mijn ogen de helden van de zelfrelativering. Ja. Echt waar. En dat is ook het huidige politiekorps van Antwerpen niet ontgaan. Waarde collega's van de mobiele brigade. In 1973 liet jullie heel Vlaanderen zien dat een agent zoveel meer is dan zijn politieuniform. Jullie zijn een voorbeeld voor elke politieagent in Vlaanderen. Daarom willen we jullie met deze foto blijvend eren als ware helden van de zelfrelativering. Maar niet alleen in het politiemuseum krijgt de Tutu-brigade een ereplaats. Ook op de Frankrijklijn nummer 3 wil men de Tutu-brigade eren. Omdat jullie destijds iets hebben gedaan voor het ballet, wil het ballet nu iets doen voor de politie. En daarom gaan we jullie foto hier in de foyer een ereplaats geven. Alle politiemensen uit heel Vlaanderen zijn welkom op onze fantastische voorstelling van Faust in de Stadsschouwburg van Antwerpen. En alle agenten die een politiebadge kunnen tonen, krijgen 5% korting. Toon je een politiebadge en een snor en hang je daaraan vast, dan krijg je 10% korting. Dus nogmaals, bedankt van heel Ballet Vlaanderen. En aan alle politiemensen, blijf vooral dansen in tutu. Ik wil jou oprecht bedanken. Ik heb nog een klein cadeautje. Kijk, dit zijn nog 2 gratis tickets voor de voorstelling Faust. Ken je Faust? Ja, die jongen moet me wel worden. Hè? Die... Nee, dat is Peter Pan. Nee. Faust ook, hè? Faust ook, het is waar. Nee, Faust, ook eeuwig, ja. Een verhaal over goed en kwaad. Je kent je klassiekers, echt iets voor agenten. Ik wens je daar heel veel plezier mee. Dan kan je nog eens je collega's in het ballet gaan bewonderen. Merci, Rick. Amai, ferm. Dank je. Ja, ik zei het daarnet al, ik blijf zoeken naar onvindbare mensen. Daarom hebben we op Facebook een heleboel opsporingsberichten gezet. Ik zoek bijvoorbeeld nog een persoon die 45 jaar geleden te zien was op tv. Graag uw aandacht voor volgend bericht. Deze persoon werd het laatst gesignaleerd in 1972 met een andere man in bed. Het bed bevond zich vermoedelijk in Koningshoekt en was van het type wiebelend. Op het ogenblik van de feiten probeerde de man, die naar de naam Leijers of Leijzen luistert, het waterbed te verkopen aan zijn bedpartner. Nu in de winter bevriest dat? Nee, dat kan onmogelijk bevriezen, want er is dus een verwarming voorzien. Die komt dus onder het bed, geregeld door een thermostaat. Herkent u de persoon? Gelieve ons dan dringend te contacteren. Voilà, laat ons iets weten via de Facebookpagina of via mijn Instagram bijvoorbeeld. We nemen elke tip ernstig. Nu al grote dank voor uw medewerking. Roken jullie? Nee. Niet meer. Nee, niet meer? Je hebt gerookt? Ja. Ja, ik ook. Nee, ik vraag het omdat ik een fragment heb gezien dat 27 jaar geleden uitgezonden werd. Bij de strijk heb ik altijd een sigaret bij mij staan. Hè. Bij de kuis zo niet. Allee, dat is nevenant wat ik aan het doen ben. Als ik nu het stof afdoe, dan heb ik ook wel ergens een assenbak staan met een sigaret op. Op het werk, als ik bereidingen maak, dan rook ik veel.
Maar het nadeel is, als je op het werk een sigaret opsteekt, hè, ik leg die op de assenbak en ik doe dan van voor contuaro, dat je klanten moet bedienen. Als je een stuk of 2, 3 bedient en je komt van achter, dan is die sigaret volledig opgerookt. Onvoorstelbaar toch? Alleen een apotheek roken, apotheek. Dat is nu ondenkbaar. Ja, dat is echt smeerlapperij in een steriele omgeving. Ja. Ongelooflijk, hè? Ja. En die mevrouw is pillen aan het draaien. Het zijn vast en zeker gerookte pillen. Ja. Greet, ja. Dat was jij, hè? Ja, dat was ik. Hallo. Ja. Jij stond daar in 91 te paffen in de apotheek. Ja. Ja, dat is nu de laatste plaats waarvan ik dacht dat er gerookt werd. Maar vroeger werd er overal gerookt eigenlijk. Niet alleen in de apotheek, maar ook in klinieken, in openbare instellingen, in restaurants. Overal werd er gerookt. Dus waar... ook in de apotheek. Ja, zelfs in ziekenhuizen werd er inderdaad gerookt. Op de kamers mochten patiënten roken. Ik ben hier eigenlijk beginnen roken, ik moet dat zeggen. Van verveling. Hé, dat is niet een boekje. Er waren sigaretten op de markt speciaal voor dokters. Zelfs tijdens het medisch onderzoek werd er gerookt. Allee, dat is toch niet te geloven, zijn hart? Wanneer dokters op tv uitleg gaven over de griep, was dat ook al rokend. De bacteriën die het organisme binnenbrengen, moeten zich natuurlijk ook voeden. Ongelooflijk, hè? Oh, ongelooflijk. Kan je dat vandaag tot niet meer voorstellen? Nee. Het enige beeld dat ik heb van rokers in ziekenhuizen zijn die rokers die aan de ingang staan, zo met baksters. Ah, nu? Ja. Dan moet je zo door een rookgordijn. Maar toen was dat dus de doodnormaalste zaak van de wereld, Greet. Ja. Iedereen rookte praktisch. Ja, voilà. Ik weet ook nog dat ik bij de dokter binnenkwam en dat hij met een dikke sigaar zo op... En wat is het, menneke? Ja, een dokter. Je niet geloof dat ik zei, dokter, waar zitten? Ja. Maar het is waar, er werd overal gerookt. Zelf op tv werd er door presentatoren voortdurend gerookt. Eigenlijk, roken op tv, dat hoorde bij elkaar zoals friet bij mayonaise. Oei. Het is geen man en geen vrouw die niet roken kan, zegt een oud spreekwoord. Dat kan ik u verzekeren. Ik ken hem. Tot zover dan het optreden van de fameuze Animals. Ook kindervriend onkel Bob rookte graag. En de vrolijke vrienden die rookten in die dagen duchtig mee. Dit is sportjournalist Hugo Simons op de Olympische Spelen 68 in Mexico. En daardoor is weer eens duidelijk gebleken welk een schrijnend gebrek wij in België hebben aan degelijke trainingsmogelijkheden. Professionele motocrossers rookten voor de wedstrijd, na de wedstrijd en ook tijdens de wedstrijd. Oh. Er was zelfs een sigaret speciaal voor de sportman. Sprint verslaat sprint. De nieuwste sigaret met filter en kurkumontstuk. Alle records van kwaliteit en succes. Ja, die sigaret kon je dan roken tijdens de workout. Zelfs onze grootste wielrenner Eddie Merckx maakte reclame voor sigaretten. Achter het stuur kon je handenvrij een sigaret aansteken. Hopla. En de pas aangestoken sigaret komt eruit, automatisch uiteraard. In de slaapkamer van pasgetrouwde koppels mocht het eindelijk gebeuren. Nu ja. Nu is het ogenblik om een Belgafilter te roken. In de wedstrijd rolde PS-kopstuk André Kool zijn sigaretjes gewoon zelf. Als Guy Polspoel het journaal presenteerde, dan lag het pakje sigaretten altijd naast hem op de nieuwsdesk. In Confrontatie, dat is de voorloper van de zevende dag, rookt vice-eerste minister Willy Klaas een vissenpeuk. Nee, niet van zaken. Hij debatteert met 3 journalistieke klasbakken met asbakken. En waar rook is Guy Polspoel. Alternatief in de huidige omstandigheden mogelijk. En als Guy rookt, dan rookt Guy ook. Zelfs dokters vertelden op tv dat roken best gezond was. Wanneer men 6 sigaretten rookt, men absoluut niet ongezond rookt. Maar elke 7e sigaret is mijn inziens een sigaret die te veel gerookt wordt. Wat ik zou zeggen, matig gebruik van alcohol en matig roken is zeker niet gevaarlijk tijdens de zwangerschap. Ja, prachtig nieuws, want rokende moeders in wording hoeven zich geen zorgen te baren. Het enige wat men vrijwel vaststaat, is dat zware sigarettenroosters, 20 of meer sigaretten per dag, kleine kinderen baren. Maar het is niet schadelijk. Als u dat schadelijk noemt, misschien wel, maar een kleine hoeveelheid sigaretten, 6 per dag, laten we zeggen, zeker gevaarloos. Greet, ja? Dat zijn straffe beelden, maar dat was nu eenmaal de tijdsgeest, hè?
Ja, dat was zo in die tijd, ja. Er werd overal gerookt. Ja. Waarom wouden ze jou dan filmen in die apotheek? Ik heb ooit meegewerkt aan het programma Kom op tegen kanker, stoppen met roken. Ja? En daar waren bepaalde personen die daaraan meewerkten en die wisten dat ik een verstokte roker was. Ja? En die hadden aan mij gevraagd, Greet, wilde jij mee aan dat programma werken? Ik zeg, ja, waarom niet? Ik zeg, dat is de kans om te stoppen met roken. Ja? Dat was, ja, hoe moet ik zeggen, een uitdaging voor mij. Het programma was in 1991 en in de jaren 80 kwam er een maatschappelijke kentering. Ja, plots ja, werd roken not done. Ik ben ook gestopt. Ben jij gestopt in de jaren 80? 87, ja. Ja. Ja, de wetenschap was ondertussen achter dat het echt wel ongezond is. Mm-hmm. En dus wat doet de BRT? Zij zenden een programma uit, Stoppen met Roken, 1991, een zesdelige cursus. De kijker kon ook meedoen. Hè. Ze nodigden de kijker uit om ook te stoppen. En er werden verschillende methodes toegepast. Laten we eens kijken naar zo'n methode waarin een cursist met witte sokken behandeld wordt. Ah, maar die kennen we, dat is Schiphol's Pool. Ja, hij vond het ook dringend tijd om te stoppen. Ja, dat is een soort verslaving. Dat is niks om fier op te zijn. Niet een soort verslaving, een echte verslaving. Ja, dus test hij een van de methodes en dat is onder hypnose een verhaaltje voor het slapen gaan. And I'd like you to try and picture them of greeny, yellow, slimy, sticky, pussy cells in your body. Just try and picture a whole host of green, yellow, slimy, sticky, pussy cells in your lungs. Greet, het programma liep 6 weken en op het einde was het de bedoeling dat jullie gestopt zouden zijn. Ja. Hoe is dat bij jou vergaan? Ik had eigenlijk niet veel problemen voor te stoppen met roken. Dus op het einde van de reeks was jij gestopt? Ja. Gefeliciteerd. Ja, dat geloof ik. Ja, en... ja, ik heb daar bekeken trouwens. Alle kandidaten zijn er na 6 weken geslaagd om ook te stoppen. Zelfs geen postpoel, Margriet. Amai. Absoluut. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, dat was ongeveer de laatste persoon van wie ik zou gedacht hebben dat die zou stoppen. Voor mij was dat echt een verrassing. Ik kon het bijna niet geloven. Toen hij het zei, dacht ik dat het een grapje was. Ik zie hem hier nog binnenkomen op de redactie en ik geloofde het niet. Maar blijkbaar wel, ja. Het kost veel geld. Het kost mij, ik geloof dat ik tussen 3.000 en 4.000 frank per maand aan sigaretten uitgeef. Nu, Greet, het programma had nog meer impact, hè? Ja, een paar weken na de uitzending, dan is onze grote baas bij ons geweest. En dan heeft hij in alle apotheken afgedaan. En dan heeft hij overal gezegd, voilà, vanaf die datum wordt er in geen enkel apotheek nog gerookt. En eigenlijk was dat wel goed. Ja. Ja. Eigenlijk was jij pionier in rookvrije ruimte. Ja. Dat wil ik nu niet zeggen, dat ik de pionier ben. Nee, maar ik wil het wel zeggen. Dus, ik heb het gezegd. Dus, en dan nog het allerbelangrijkste. Je bent toen 6 weken gestopt. We zijn nu 27 jaar later. Rook je nu nog steeds? Nee. Nooit meer. Indrukwekkend. Goed zo, Greet. Nee, indrukwekkend. Goed. Ja. Want toen je nog rookte, hoeveel geld gaf je uit aan sigaretten? Goh, ik rookte ongeveer tussen de 38 en de 40 sigaretten per dag. Dus dat waren ongeveer anderhalf pakje tot 2 pakjes. Ja. Dus per maand in die tijd, ja, hoeveel gaf ik uit? Gelijk dat je postpoel zegde, dat was, ja, dat was veel geld. Ja. Mocht je dat elke dag in het potje gestoken hebben, gedurende die 27 jaar, dan zou jij komen aan een bedrag van 85.616 euro. Oeh, amai. Zeg. Indrukwekkend. Amai. Ja, nee. Ja. Ja, maar daar kan je een huis mee kopen, hè? Amai, ja. Ja. Allee, bijvoorbeeld dit huis. Er staat hier een huis te koop. 85.000 euro. Dat kan het jouwe zijn, hè? Leuke vakantiewoning in Moskroen. Dankzij dat programma Stoppen met Roken, hè? Greet, hoe dat je draait of keert, jij was de eerste cursist op televisie die gestopt is met roken. De kijker is je nadien massaal gevolgd. Ja. We willen jou hartelijk danken daarvoor. Om dat te vieren, gaan we straks achter de schermen een sloef Groen Michel roken. Ja. Merci, Greet. Ja. In de jaren 80 kwam er een nieuwe trend. Vrouwen die gingen plots weg van hun man. Oh. Weet je hoe dat komt?
Nee, maar jij precies wel. Ja. Maar het heeft voor een stuk te maken met het feit dat vrouwen voordien financieel zeer afhankelijk waren van hun man. Op een bepaald moment hadden ze ook een inkomen, de wetgeving veranderde. En dan konden vrouwen eigenlijk een eigen leven leiden en dan gingen ze weg bij hun man. Er waren zoveel scheidingen dat er 36 jaar geleden een muzikale parel werd overgemaakt. Ik kon op zoek, ik kon op zoek. Dat komt uit het programma PvdA Electron. Ja, de titel is Me Wuf is weg, van Camille. Hij is er niet gezien. Hij is er niet gezien. Rick, ken je dat nummer? Nee? Margriet, ken jij het? Nee. Een tof nummer, hè? Ik vind het wel goed. Ja, ja, ik vind het een fantastisch nummer. Ja, niemand kent dat en dat is zonde. Christophe. Inderdaad. Dat was jij, hè? Oh! Ja, enfin, ja, we horen jou, maar we zien jou niet in beeld, hè? Dat is juist. Het is niet juist, Steven. Ja. Want jij hebt het nummer ingezongen en Camille was het gezicht. Ja. Nu, je hebt daar wel echt de hartslag van Vlaanderen goed aangevoeld, want ja, scheiden was heel populair. Dat was niet langer meer een schande voor een vrouw. Van waar het thema, Christophe? Het idee is eigenlijk gekomen wanneer ik net gehuwd was. Ja? Ik wou eigenlijk bij wijze van een grapje, dat ze in het West-Vlaams zeggen, een plaatje maken ten opzichte van mijn huwelijk. Ik zeg, ja, ik ben net getrouwd, ik moet er hier rap van afgeraken. Oh. Dus bij wijze van grap hebben we dan zelf mijn vis weg ingeblikt. Toen ik dit nummer hoorde, was ik er echt van overtuigd dat dit in de top 100 aller tijden zou moeten terechtkomen. En daarom heb ik aan Christophe gevraagd of ik dat nummer een tweede leven mocht geven. En dat mocht, hè, Christophe? Inderdaad. Ik zou zeggen, maak er de best mogelijke versie van dat je maar kunt. En dan gaan we opnieuw de zwiens in de bieten jagen. Oh. Wel, kijk. Daarom trok ik daarnet rond 6 uur naar Studio Brussel, Christophe, om hulp te vragen aan Eva de Roo en Vincent Bilot. Dat doe ik elke week. Die presenteren samen het avondblok op Stubru. DJ YOLO Tanker. De beste DJ ooit. Wat heb jij toegevoegd aan dit toch al geniale nummer? Goh, het is een heel dramatisch nummer, zoals net werd gezegd ook. Maar ik dacht, het kan misschien wel een andere insteek krijgen. Zo meer van ja, 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 mijn wuf is weg. Zo. Iets triomfalistisch. Christophe, daarnet om 6 uur heeft de Studio Brussel luisteraar in primeur de remix gehoord. Maar wij gaan er op het einde van de aflevering naar luisteren. Super. Margriet en Rick, 35 jaar geleden ging er een gloednieuwe jeugdreeks in première op de BRT. Een reeks die meteen een bom was voor een generatie jaren 80 kinderen. Merlina. Ja, tuurlijk. Daar heb ik nog naar gekeken. Serieus? Ja. Ja? Ja, ja, ik heb er nog naar gekeken. Met die Napoleon en zo. Napoleon, hè? De uitvinder, effectief. Ja, ja, dus gestart in 83 en dat heeft dus tot 2004 gelopen. Weliswaar heruitzendingen op Catnet. Dat was jij, Lea, Merlina? Ja, dat was ik. Dat was jij. Ja, ja, ja. Ik ga je naar hier halen. Welkom, tante Merlina. Welkom, mijn lieve jongen. Ik keek als kind zo graag naar Merlina. Ik was, ja, in de hoogdagen van Merlina was ik 10 jaar. Ik zag er toen zo uit. Ik ben niet die agent, Herk. Ik ben dat. Ja. Maar ben ik. Nu, elke week op woensdag zat ik samen met een hele generatie kinderen voor het scherm klaar. En als dan die generiek weer klonk, dan wisten we van er komt weer een half uur spannend avontuur. En die generiek die werd ingesproken door Anton Kogen. Met die prachtige stem. Prachtige Anton Kogenstem. Ja. En weet je nog wat hij zei? Al is het mysterie nog zo groot, Merlina legt de waarheid bloot. Bob Davidsen stelt voor. Merlina. Efficiënt en discreet wordt de waarheid compleet. Want al is het mysterie nog zo groot, Merlina legt de waarheid bloot. Heel lang. En dan is er een drummer die nog een minuut klopt. En dan begint de aflevering. Ja, Anton troert mij nog. Is het echt, ja? Ja, ik het zo terug hoor, ja. Dat is zo mooi. Maar het was prachtig. Ik was heb echt het zo graag gedaan. Ja? Voor ons was dat fantastisch, hè? Dus jullie waren het detectivebureau, Rick. Heb je het ooit gezien? Nooit. Zij waren eigenlijk... Ja. Ik had geen intel. Rick... Dat was een detectivebureau, Merlina, dat mensen hielp. Gelijk wat er gebeurde, zij losten het altijd op. Hè. Het kwam altijd goed. En dat gebeurde onder meer dankzij de
geniale uitvindingen van Napoleon. Ja. Kijk, dit is de appendiscoop. Daarmee konden ze elkaar roepen. De waterman roept Merlina. Kom erin, waterman. Boogschutter aan Merlina. Boogschutter aan Merlina. Kom erin. Ik greep de parafix en richtte hem op de bandieten. Ah, ja. Dit is de coolste paraplu ooit. En daarmee kan je mensen bevriezen. Napoleon had zelf een computer uitgevonden die alle boeven kende. En die heette Evarist. En elke gelijkenis met de mens berust op louter toeval. Het is hier verrassend, ja. Kijk, Rick, jij leert Evarist ballet aan. Ik vind dat heel knap, ja. Evarist is een robot en die heeft uiteraard geen gevoelens. Behalve voor Anne. Zo, even oplopen. Ik ben lenige Lena, de koningin van de drugs. Dit is de nieuwste uitvinding van Napoleon, de staalhoed. Och, Herman. En ik ben Napoleon, de uitvinder van de staalhoed. Napoleon, hoe kom jij hier? Langs een zijdeurtje. Geniaal, toch? Ongelooflijk. Besef je eigenlijk dat die reeks in het hart zit van veel kinderen? Ik besef dat zeer goed. En ik voel dat nog, ik kan niet zeggen alle dagen, maar heel vaak. Als ik in Antwerpen kom, het is eten waar, ga ik naar het theater of naar de film of ik ga winkelen, dan hoor ik zo, ja, dat is ze. Ja, dat vroeg het, vroeg het. En vroeger was het zo, in het begin, dan had ik nog foto's van Merlina en dan kon ik al eens een foto geven, maar ja, dat raakte ook uitgeput. Dan nadien waren het handtekeningen. Hè, Merlina, oh, een handtekening, ja, Merlina, een handtekening. En nu zijn het allemaal selfies. Ah, ja. Allemaal selfies, dus ze hebben mij allemaal. Hè. Maar ik vind dat absoluut niet erg. Ik vind dat heel leuk. Dat herinnert mij aan een heel mooie tijd. En dat bewijst ook... Hoe goed ik was. Dat... Oh, pardon. Nee. Nee, maar dat bewijst ook dat jij eigenlijk heel weinig veranderd bent. Hè, dat al die mensen jou meteen herkennen. Schat, ze biedt pakken we erin. Ja. Weet je wat ze tegen mij zeggen? Oh, Margriet, ah ja, ik herken uw stem. Ah. Ja. Wat zeggen ze tegen mij? Maar ik ben in de archieven van de dienst jeugd gaan snuffelen en ik ben daar op een trauma gebotst. Ai. Een diep trauma. Ai. Weet je wat ik bedoel? Ik kan het indenken. Jij bedoelt natuurlijk de vampieren van Ravenburg. De vampieren van Ravenburg, hè, dat is op woensdagavond 28 februari 1987. De BRT zendt de vampieren van Ravenburg uit. Ai. En we werden wakker in een andere wereld. TV. En ik was daar compleet van... Van de kaart. Ja, nu nog zelf een beetje. Door het opnieuw te bekijken, herinner ik me terug die bange avond. Ik heb toen eigenlijk heel slecht geslapen. Ik heb dat eigenlijk altijd voor mezelf gehouden. Maar toen ik het dan opnieuw zag, dacht ik van... Ja, ik kan toch niet de enige zijn die toen voor tv zat en in shock was. Dus ik ben eens in het papieren archief gaan kijken. En er zijn wel wat brieven naar de BRT gestuurd. Mag ik ze voorlezen, tante Merlina? Doe maar. Ja? Het zijn toch authentieke, hè? Oh, het zijn de echte, kijk. Dus deze brief komt van Lisbeth, die schrijft... Ik vond die aflevering van 28-2 met de vampiers niet goed. Ik heb die nacht geen oog dicht gedaan. Oh. En dan nog een brief hier. Beste BRT, beste Merlina. Het is niet omdat Pollen nachtmerrie had over vampiers dat iedereen het moet krijgen. Ja, en het stopt niet, hè. Christine... Hallo. Hallo. Hoe heb jij die 28 februari beleefd? Wat zijn de nachten? Ik wist niet meer dat 28 februari was, maar ja. Ik ga me wel goed herinneren dat de periode na 28 februari dat voor mij heel moeilijke nachten waren. En het heeft heel lang geduurd voordat ik eigenlijk een nacht zonder een nachtmerrie had. Ja. Want je hebt toen ook een gele briefkaart gestuurd, hè? Ja, ik heb een gele briefkaart gestuurd. Ja. Eens even kijken wat erop stond. Hier is ze. Oh. Ik hou van Merlina, maar niet van die vampiers. Dat was te erg. Ik ben er nog bang voor en mijn vriendjes ook. En dan hebben je ouders er nog bij geschreven. Ze heeft 's nachts verschillende keren geroepen van angst. De nacht nadien nog even. Oh. Wel. Als is er toch goed doorgeraakt, zie. Ja. Dank u. Het feit dat ik die brief van Christine teruggevonden heb en al die andere lezersbrieven deed veel deugd, maar ik was er toch van overtuigd dat er nog altijd
andere mensen zijn, mensen die vandaag rondlopen, anonieme mensen met datzelfde trauma. Dus ik heb dat fragment nog eens op Facebook en op Instagram gezet. En daar werd eigenlijk massaal op gereageerd. En daarom laat ik enkele kindjes aan het woord. Ik zag opeens aan de professor veranderen in een vampier. En ja, ik kakte in mijn broek. Dat was echt schoot daarvan. En ik zat eigenlijk direct weg. Ik weet niet of ik heel de aflevering heb gezien. En ik weet dat ik met mijn ogen dicht zo naar de tv ben gelopen om halsterk die zender te veranderen, maar toen was het kwaad al geschiet. En met mijn dekbed helemaal over mij en toch kon ik niet slapen. Opgestaan naar mijn ouders, die me een beetje getroost en het was maar film en het was allemaal niet echt. Ik weet alleen dat ik dus twee keer ben wakker geworden en echt hysterisch heb zitten huilen. Echt bang dat ik ook een vampier zou worden. Hè? Dat was mijn grootste angst, dat ik ook... Ja, dat Paul mij ook kwam bijten in mijn nek en dat ik ook een vampier ging worden. Na het zien van die aflevering heb ik 3 maanden niet alleen durven slapen. Ik was als kind altijd panisch dat er inbrekers waren of dat er iemand onder mijn bed zat. Zelfs tot mijn 13, 14 jaar. Ik heb die nacht 2 keer in mijn bed geplast. Ja, en ik was toch al 7. Maar mijn ouders die hadden een frituur. En die zijn dan 2 keer, hebben die de frietjes in de steek moeten laten en zijn die 2 keer mijn beddengoed moeten komen vervangen. Ja, dat heeft mij toch wel een zware indruk achtergelaten. Ik weet niet of ik de dag van vandaag eigenlijk nog zou kunnen om zo'n aflevering te maken voor kinderen. Kan ik dat goed maken met te zeggen dat we dat nooit meer zullen doen? Zou dat dan willen zeggen dat jullie opnieuw gaan beginnen? Ah. Dat zou prachtig nieuws zijn. Leuk zeg. Ja. Ja. Nu, begin deze week is de VRT-directie aan tafel gaan zitten met het bureau van Merlina. Samengezocht naar een oplossing voor dit trauma. En dat hebben ze ook gevonden. Namelijk het Merlina-traumateam. Er was eens een heel leuk televisieprogramma, Merlina. Geen boef of dief die ze niet klein konden krijgen. Want al was het mysterie nog zo groot, altijd legde Merlina de waarheid weer bloot. Maar plots verkleedde ze zich in vampieren. Hoe stom konden ze nu toch wel zijn? Akkerdjee. Wat een uilskuikens waren die acteurs nu toch geweest. En daarom beloofden ze plechtig om het nooit meer te doen. En dankzij hun allerwarmste Merlina-knuffel was alles gelukkig weer tip-top in orde. Boogschutter roept Merlina. Boogschutter roept Merlina. Al is jouw trauma nog zo groot, Merlina zorgt altijd voor een veilige school. Mooi, hè? Is dat geen goede oplossing? Amai. Ja. Ik ben ontroerd. Weer al eens. Kijk, als u thuis ook getraumatiseerd bent door die aflevering, laat ons iets weten. Tante Melina komt persoonlijk bij u thuis het trauma wegwerken. Voilà. Dat is beloofd. Dat is beloofd. Je moet dan wel zorgen dat er iets onder de kruk zit, hè? Kijk, het is duidelijk, de Trauma Fix Tour 2018 naar je toe. Tante Merlina, merci. En kijk, ook dat is liefde en elkaar graag zien. Durven praten over de mindere momenten. Maar we vergeten vooral de mindere en we onthouden de prachtige. Dat moet. Zo hoort het. Voilà. En dat hoor ik u graag zeggen. Zeg het nog eens. Wel, als we elkaar graag zien, moeten we vooral de mindere momenten vergeten, ja, en de prachtige onthouden. En die zijn gigantisch wat Merlina betreft. Bravo. Kijk. Voilà. Allemaal hartelijk dank om bij te dragen aan die 65 jaar openbare omroep. En we gaan eruit met de remix van M'n Wuf is Weg featuring DJ Yolo Tanker. Fijn dat u keek. Tot volgende week donderdag.
Ah, het werkt. Het Merlina-traumateam komt naar je toe.